Sombrero's, cactussen, helden en slechterikken. Het is allemaal te zien in de voorstelling Snorro. Dit toneelstuk reist door het hele land. En in elke stad spelen kinderen die daar wonen mee. Zoals dit weekend in Zoetermeer. Welkom bij Snorro. De voorstelling Snorro gaat over een held uit Midden-Amerika die de slechterikken probeert te bestrijden. Het is een menige show, vol muziek, veel verkleedpartijen en natuurlijk actie. Snorro is het verhaal van een man die in het gewone leven een sulletje is, maar met een masker op. En een snor en een hoed durft hij van alles. Maar Snorro is nooit voor één gat te vangen. Helaas, ik moet alweer gaan. Adidas! De toneelgroep is in elke stad steeds net een beetje anders. De vaste acteurs werken namelijk samen met kinderen die in die stad wonen. Gisteravond stonden kinderen uit Zoetermeer tussen al die professionele acteurs op het podium. Best spannend natuurlijk. Ben je zenuwachtig voor vanavond? Ja, echt heel erg. Ook voor de acteurs is het even wennen. Elke voorstelling spelen ze met een andere groep kinderen. Maar voor Snorro is dat geen enkel probleem. Dat is heel erg leuk. Die worden uit de zaal gehaald, maar ze hebben al wel een beetje geoefend. Die komen uit alle steden. En dat is altijd weer anders, want die doen het weer anders. Om de zenuwen in bedwang te houden, werd er vlak voor de voorstelling geoefend. Want die danspasjes zijn best lastig in zo'n groot cactuspak. Nou, het is wel heel warm. In die cactuspakken kan je niet naar iemand anders kijken. Dus het is heel moeilijk om te horen en te zien dat je af moet. Maar ondanks de zenuwen en de hitte ging het oefenen hartstikke goed. En het echte optreden ook. Onze held allemaal best wel goed gaan. Alleen bij de cactussen waren we een paar dingetjes vergeten. Nou, we waren de wervelwind vergeten. En na de eerste keer dat we naar elkaar moesten lopen, moesten we het daarna nog een keer doen. Maar dat waren we ook vergeten. Nou, een paar dingen vergeten, dat is helemaal niet erg. Snorro redde de avond als een echte held. En ook de cactussen kregen groot applaus. Wil je weten waar je Snorro nog kunt zien? Ga dan naar onze site, daar vind je een link.